Met de feestdagen achter de rug was het weer tijd om de kerstboom weg te doen. Woensdag 6 januari stond ACV door de hele gemeente om ze in te zamelen. Zo ook in Bennekom, want de kerstboom bij het andere afval is geen optie. Nee, dat is jammer. Daar gaan ze gewoon een verbranding over in zonder een restwaarde te hebben. Terwijl groen afval toch restwaarde heeft. Wat voor restwaarde heeft dat? We kunnen er compost van maken. In het proces komt groen gas vrij, wat weer gebruikt wordt in onder andere onze voertuigen. En daarna wordt het compost en kunt u weer in de tuin gooien. Dus ja, verloop van tijd komt het gewoon weer bij u in de tuin te liggen. Hey, is zo'n boom niet erg zwaar? Soms, sommige bomen zijn zwaar. Hoe los je dat op? Heel sterk zijn. Of doe je het samen? Soms samen en soms alleen. Ja, ze krijgen 50 cent per boom. En als ze zo slim zijn om de 4 tegelijk in te leveren, krijgen ze ook nog een lot bij. En met die loten worden een aantal iPods verloot. Iets in het 22, ja, zoiets in de 22, 20. En die liggen hier ook? Die liggen nog in de tuin. Hoeveel kerstbomen worden er nu gemiddeld per jaar ingeleverd in de gemeente Ede? In de gemeente Ede is rond de 2000. Dat zijn ook de buitengebieden waar ook Bennekom onder valt. En dan in de gemeente Wageningen zamelen we er nog zo'n 1000 in. Hoeveel percentage van de kerstbomen is dat, schat u in? Ik zou het niet durven zeggen. Er is nog niet echt een onderzoek op geweest. Maar dan zouden we het aantal bewoners moeten gaan uitrekenen. Het aantal kerstbomen. Hè? En een gemiddeld aantal mensen die een kerstboom gekocht hebben. Maar dat is statistiek. Hoeveel bomen hebben jullie al vandaag verzameld? 12. Hoeveel geld is dat? 60. Zo. 60 cent. Nee, 60. Ik weet het niet meer precies. Wat is de grootste die u vandaag heeft ingezameld? Ik denk dat die wel een meter of 4 lang is. Hoe kan die nou in een woning staan? Dat zal ik niet weten. Dat, ze kwamen hem net brengen, dus met een vrachtautootje. Dus, is dit het eerste ritje of komt u nog een keer brengen? Nee, ik wou het hierbij laten. U heeft geen kinderen die dat voor u kunnen doen? Die zitten nog op school. Dus ja. Daar hebben ze pech. Ja, dat hebben ze, ja. Ja. Meestal door kleine kinderen. Die gaan een beetje de wijk door en dan hebben ze weer een zak centje. Heeft ook een groot inzamelaar getroffen? Een paar kleine kinderen. Die zijn de hele buurt door. Dus, die werken samen? Ja, denk het wel. Als ik het zo bekijk. Ga je de hele dag overal kerstbomen halen? Ja. Bel je dan gewoon ergens aan of zo? Nee, als we er even voor de deur zien staan en dan bellen we aan of we die mogen hebben en zo, ja, dan nemen ze er mee. Ja, tenzij ze hier bijvoorbeeld bij de boom liggen, dan nemen ze gewoon mee.